naam is Jeff Life, welkom terug bij een nieuwe video. En vandaag gaan we terug voortdoen met de series van Troy. Episode 6 of 7, dat weet ik niet. Als ik nog naar de video eens kijken en dat zal dan in mijn titel, jullie zullen wel in de titel zien welke episode dit is. ik ben er steeds een beetje ziek voor diegenen die afvragen waarom ik hoest. Dus ja, er is wel een beetje veranderd. Dus ik heb een farms bijgebouwd, groot huis. Ik heb mijn huis helemaal veranderd. En ja, ik ben nu een sugarcane farm maken. Die is toch niet helemaal af, dus dat gaan we vandaag ook doen. En we gaan vandaag ook een mini lake bouwen. Klein meertje. Dus er zal niet veel. Het zal gewoon. Bouwen zijn vandaag. Ja, mijn controle is net uitgevallen. Dat is niet de bedoeling. Maar ja. Dit is. Oké, dit kan echt wel saai zijn. Dus. Als jullie willen beginnen, moet ik eigenlijk ook gewoon skippen. Want ik denk niet dat ik echt iets nu te vertellen heb. Behalve. Ja, nee, ja. Ik heb niet echt iets te vertellen. Dus, en als jullie ook afvragen waarom ik zo traag vlieg, soms heb ik zo een bepaald moment dat ik echt traag vlieg. Waarom is mijn linker joystick is kapot? Dus daarom vlieg ik wat trager. Dus als ik nu op een. Nu werkt eigenlijk wel perfect, maar. Kijk, soms vlieg ik gewoon trager. Het is gewoon helemaal niet leuk, maar ja. Het is nu eenmaal zo. Maar het vraagt ook super mee. Gewoon die lilypads op het water plaatsen. Zo frustrerend. Oké, en nu gaan we een lake bouwen. Hoe gaat die vorm eruit zien? Hoe gaat de shapes zijn? Oh, ik weet het eigenlijk niet. Misschien wil ik een 8 vormen. Ik weet het echt niet. Dan ga ik gewoon random graven. En dan zullen we wel. Uitkomen zeker, ja. Maar ik zie niet. We gaan eens kijken hoe onze vorm van het meer er zal uitzien. Ik hoop op een beetje een goede vorm. Nu gaan we nog helemaal zo. Is perfect. Nu ga ik heel even uitgraven. Dat gaan we zo laten. Dat gaan we zo doen. Perfect. Gewoon super perfect, hè? Zo doen. Denk ik, ja. Zo moet het allemaal zijn, hè? Zoals mijn vrienden zijn nu de Infinite Warfare beta aan het spelen. Hun stream, ja, die zal misschien al over zijn tegen dat ik deze video heb upload. Dus ja, het is niet echt nuttig te vertellen. Maar ja, ik heb dus Infinite Warfare niet besteld. Ja, ik vind de game ook niet echt zo super top. Ik denk wel dat ik ga kopen binnenkort. Niet nu, maar toch. Ja, de periode rond kerst. Als jullie weten wat ik bedoel. Kerst. Krijgen cadeautjes. Jullie snappen me wel. Dus ja, dan ga ik toch gek wel kopen, maar nu gewoon ja. En ja, ik vraag me natuurlijk ook af: gaan wij, diegenen die het niet besteld hebben, gaan wij de beta ook te spelen krijgen? Nu ja, de eerste weekend is voor PlayStation 4 only. Ik denk alleen dat dit weekend voor degenen die besteld hebben. Het volgende weekend is het voor Xbox en PlayStation. Maar we weten nu natuurlijk niet of dat wij dan ook kunnen spelen. Dus geen nieuwe pre-orders hebben. En ik hoop dat natuurlijk wel dat we dat kunnen spelen. Want dan ja, komt er ook een video van over. Op en dan ga ik terug zeggen, ja. Eerste ervaring op Infinite Warfare. Dus ja, dat gaat ook wel spannend worden. Hopelijk kunnen we het spelen. Dat zou super leuk zijn. Ja, oké, het gewoon het neerbouwen. Beetje saai, ik weet het. Ja. Moet er iets voor komen, hè.
Misschien dat ze een klein eilandje middenbal met een boom op. Ja, dat kan dan juist doen. Dat zou nog nice zijn. Probeer het gewoon vanaf één hoog te doen, één laag druk. Wat wij doen, omdat dan kan ik water plaatsen en kan ik ze daarna nog verder. Nu, de blok ga ik gewoon niet vandaag doen, dus toch veel te werk. Dus gewoon de volgende keer doen. Wanneer mijn stream. Wanneer gewoon wanneer ik upload ga jou doen. Dus ja, dan gaan we later doen. Hè. Ik denk dat misschien dit stukje gewoon ook gaat skippen voor het water. Dus dan zie ik jullie straks even terug. Oké, jongens, welkom terug. Ja, zoals jullie zien is het meer zo goed als af, denk ik. Ja, ik heb een klein eilandje gemaakt met de spruce tree erop. Vanachter heb ik gewoon wat onkruid. Ja, onkruid zou ik wel kunnen. Gras, ja. Ik heb gewoon gras en bloemen geplaatst. Dus ja, ik hoop dat het af is, het stuk. Ja, er kan nog wel veel bij komen bij latere video's, als jullie nog wel zelf. Als jullie ideeën hebben, gewoon in de comments schrijven wat ik nog in deze kasteel kan bouwen of bij het kasteel. Want zoals jullie zien, heb ik bij het kasteel ook nog veel plaats. Als jullie een idee hebben, zeg wel dat het in ieder geval stijl is. Ik wil geen hypermoderne shit, want dat past gewoon niet bij het kasteel. Dus ja, en moesten jullie nieuw zijn bij deze channel en jullie hebben het kasteel nog nooit gezien, als ik jullie even een rondleiding geef. Dus ja, dit is mijn kasteel, dit is een grote, dikke muur. Maar ik zal niet zeggen wat binnen deze muur zit, het is allemaal geheim. Jullie kunnen gaten zien, dus ik denk wel dat jullie weten wat het is. Ja, dat is natuurlijk de grote houten poort en dan heb je het pad helemaal naar het strand toe. Ja, de zee heb ik groot gemaakt, boven aan de zijkant, want aan deze kant ligt het kasteel van mijn vriend Q's. Zijn kasteel is super cool, nog niet af, maar ziet er echt amazing uit. Gewoon, wauw. Gewoon, oké, dit is wel van YouTube afgenomen, maar gewoon de voorkant alleen al is gewoon echt top. En dan hebben we nog het andere kasteel van mijn vriend Yassine. Ja, die is ook nog natuurlijk niet af. Waar was dat kasteel nu weer? Gewoon ergens die richting uit. Ja, hier was het kasteel. Ja, dit is het kasteel van mijn Yassine. Die heeft niet echt zo'n kasteel met dikke muren met haar stad binnen. Die gaat gewoon. Hoe zeg je dat? De kasteel dan een beetje is. Ja, ik hoop dat je gewoon wel begrijpt wat ik bedoel. Dus ja, de zee aan de achterkant van mijn kasteel is super groot. Dat ga ik zelf nog groter maken. En ja, mijn controle is nog steeds kapot. Dus soms kan ik gewoon niet vliegen. Super irritant, maar ja. Dus ja, zoals jullie zien, ik heb al dat water zelf geplaatst. Ja, dat heb ik gedaan. Allemaal zelf. Helemaal op mijn eentje. Dus ja. Nu aan de achterkant van mijn kasteel. En hebben we de grootste zee. Eigenlijk ja, de zee kan ik ook nog een naam geven. Oh, cool. Oké, dan hebben we dit stukje zee. Dat zich ook nog bijna oneindig ver uitstrekt naar daar. Dus Dus ja, we hebben de grote zee. Dus we zullen nog veel verder komen. Dus daar zie je al land. Ze zullen nog verder komen. Ze zullen bijna allemaal water worden. Dus ja, en hier had ik misschien wel nog boerderijen plaatsen. Dus geef me gewoon wat inspiratie in de comments, meneer. Wat ik moet bouwen. Waarschijnlijk ga je dit stukje afbreken. Heel misschien kan ik daar iets bouwen. Als een van jullie ideeën. Dus ja, heb je er van deze video genoten? Drop dan een like. Zijn jullie nieuw? Dan subscribe naar deze channel. Ik upload 2 video's per week. Meestal. Soms is ik er één met redenen. De vorige was bijvoorbeeld omdat ik ziek was. Daar kan ik niet aan doen. Dus zoals ik al heb gezegd. Heb je van deze video genoten? Dan drop een like. Zijn jullie nieuw? Subscribe naar deze channel. En dan zie ik jongens later. Bye.